Cor Westerink. En Cor is een hele snelle jongen. Die was nog sneller dan ik. Dus toen wij afscheid gingen nemen in Elburg, was de zaak al geregeld. En ik was er nog steeds niet met mijn bloemen en mijn afscheidscadeautje. En het is misschien mijn schuld, maar nou heeft Cor het geluk. Dan krijgt hij nog weer een bloemetje. We gaan nog even weer over doen. En dan gaat het ook nog geweldig, want normaal zijn er maar een man of 5-6. En nu is de hele buurt er. Dus het wordt wel prachtig, hè? Nog een keer bedankt. Geweldige chauffeurs. En bedankt voor de tweede maal, wat een mooi groep. Ja, goed zo. Ja? Bedankt, hè. We praten even met de voorzitter Lammerts van Noorel. En het gaat over de nieuwe buurtbus. Vereniging, zag ik. Ja. Een vereniging met leden dus. Ja. Die gaat over een buurtbus. Ja. Misschien moet je dat even uitleggen. Nou, wij zijn een groep van vrijwilligers. We hebben ongeveer 47 chauffeurs. Die allemaal op vrijwillige basis, inclusief het bestuur, deze zaak runnen. Dus wij runnen feitelijk een openbaar vervoersbedrijf op vrijwillige basis. Want ik las bijna 50 vrijwilligers. Dat is niet niks. Nee, dat is het ook niet. Maar we hebben een hele gezellige club, een hele goede club. En we hebben nog een stuk of 6-7 mensen op de wachtlijst staan die graag bij de buurtbus willen rijden. Maar bij ons, er stopt er bijna nooit één of hij wordt 75 jaar en dan mag hij niet meer rijden. Dus dat is de vervanging dan. Dat zijn dus de regels dus, hè? Ja. Vandaag is natuurlijk wel een heugelijke dag, want prachtige bussen staan er achter ons. Sintus is degene die de eigenaar is, ja. Maar van waar de nieuwe bussen? Van waar de nieuwe bussen? Nou, één keer in de 6 jaar wordt er een nieuwe sessie uitgegeven bij de provincie. En Sintus heeft dus een verlenging gekregen tot, als ik het goed heb, 2020. En de voorwaarde werd gesteld, dan moeten ze wel een nieuwe bus aanschaffen. Want de oude bussen, ze hebben toen de tijd gekozen voor de Fiat Ducato. Maar de Fiat Ducato die stond meer stil als dat hij reed. Hij was zeer onbetrouwbaar. Prachtige bus. Maar daar hebben we niks aan. Hij moet rijden. En nu zag ik Mercedes. Ja. Dus toen de tijd heeft Sintus gekozen voor de Fiat omdat hij goedkoper was. Maar dan komen ze van de koude kermis thuis. Want ze hebben enorm veel geld verloren daarop. Dus daar waren ze rap van genezen. En daar hebben ze de vereniging geraadpleegd. Van wat willen jullie? Wat vinden jullie het beste? Nou, dat was de Mercedes. Dus dat is in goed overleg is dat op deze manier. De inrichting is in goed overleg gegaan. We zijn naar VDL geweest, die de carrosseriebouw heeft gedaan. En die hebben dus de invulling gegeven. Alles in overleg met verenigingen. Ik zag trouwens wel mensen met een rolstoel. Kunnen die ook mee? Mensen met een rolstoel, dat wordt moeilijk. We hebben achterin een plek waar we een rolstoel kwijt kunnen. Maar dan moeten ze wel zelf in kunnen stappen. Ja, ja. Wij kunnen ze niet met rolstoel en al in de bus krijgen. Dat gaat niet lukken. Hoeveel personen kunnen erin? In acht, deze? Acht passagiers mogen we meenemen. Dat is wettelijk zo vastgelegd. En hoeveel wordt er nog gebruik van gemaakt? Hoeveel wordt er gebruik van? Nou, dat vind ik heel veel. Want wij zitten in de buurt van 40 passagiers per dag. Dus zo'n 400 in de week. En we komen dus boven de 16.000 uit op jaarbasis met de bijenbussen. Dus we hebben... Neemt het aantal nou toe of zeg je van het blijft altijd een beetje hetzelfde? Op dit moment hebben we 1083 passagiers meer. Op dit moment tegen hetzelfde moment van vorig jaar. Dus dat is een heel groot getal. En ik zag zelfs dat er een meermanskaart was. Ik vroeg me af, wat is een meermanskaart? Dat is een goede vraag. Daar moet ik even dan wat schuldig op zijn, want daar zijn wij niet bekend. We hebben dus twee soorten kaarten in de bus. Dat is een persoonskaart van senioren. Dat is een prijs van 1,35. We hebben een gewone kaart. Dat is een prijs van 2 euro. En dan hebben we een strippenkaart. De ene strippenkaart, die 10 strippen tegelijk, dan kost dat 8,70 euro. En dan heb je een strippenkaart voor de gewone leeftijd beneden de 65 jaar, om te gaan, dan kost dat 14,70 euro. Oké, dat is dus eigenlijk een schappelijke prijs. Een hele schappelijke prijs. Want ik bedoel, als je gewoon met de bus gaat, betaal je waarschijnlijk veel meer. Ja, maar ik denk dat doordat wij nu OV-SHIP-apparaat aan boord hebben, dat de prijs wel wat hoger gaat worden.
Want dat moet je nou straks uitleggen, hè? Ja. Dat wordt een heel verhaal. En dat is iemand die nooit met computers werkt en moderne telefoon werkt, die zal er een probleem mee hebben. Ja. Dus we hopen dat het gaat lukken, maar ja, dat weten we niet. Nee, maar goed, er zijn heel veel vrijwilligers hier aanwezig. U gaat straks uitleggen van hoe dat werkt. Dat doen we met meerdere mensen. Dus, ja. En natuurlijk is het zo van dat alle vernieuwing, dat vraagt even tijd. Dat denk ik wel. Maar heeft dat ook nog invloed op de mensen die meerijden? Dat is afwachten, dat denk ik niet. Want we hebben dus best heel veel studenten aan boord, laat maar zeggen, anders die instappen. En nou, die zijn er wel meer bekend met de treinen en met de rode bussen, laat maar zeggen. En dan is het exact hetzelfde. Het is inchecken en uitchecken. Nou, we gaan het zien. En we wensen jullie natuurlijk heel veel succes met deze prachtige bussen. Nou, dat gaan we hopen. Dus we zijn er heel blij mee. Dankjewel. Dus, graag gedaan. Met dit stokje. Hartstikke leuk. Indruk gehouden, daar komt hij. Oké. Ja. De volgende stap is check-out. Dat is die indrukken. Welk? Check-out. Check-in-out staat er. Check-in-out. Ja. En dan krijgen we, dus hij is even bezig. Dan kun je hier aan die balk zien. Mm. En dan zie je dat kleine ringetje staat te draaien. Dan is je dus ook bezig. Dat is ook duidelijk. Hier staat gebruiker, chauffeur. Let op, als je dat een keer toevallig wist, dat kan, per ongeluk. Ja. Dan is chauffeur met een hoofdletter. Dan krijgen we het wachtwoord. Dan ga je met het stokje op het witte vlak. 098. Dan komt het toetsenbord naar voren en dan krijg je 098. En let op, het is allemaal redelijk klein, dus dat je de juiste getal aanvinkt. Ja. Vel, ja. Dan start. Start. Ja. Twee keer. Oh, en dan wachten nog gaat hij synchroniseren. Dan start. Oh ja, verder staat hier geen twee keer. Twee keer staat er. Oh hier, ik was hier nog maar, dus hier ben ik. Ja, dit hoort dan eens bij elkaar hoor. Oh ja.